Suriname Herald heeft vanmiddag de berichtgeving over president Desi Bouterse gerectificeerd. Het staatshoofd had via het Nationaal Informatie Instituut aangegeven dat hij juridische stappen zou nemen tegen de nieuwsite om gedaan te krijgen dat de verkeerde berichtgeving gecorrigeerd werd. Meteen na de aankondiging van de president publiceerde de nieuwsite een rectificatie waarin staat dat het nimmer de bedoeling was om de reputatie van de president te schaden of hem te beledigen. De rectificatie eindigt met excuses aan het staatshoofd namens het hele team van Suriname Herald. Bouterse benadrukt dat Suriname een goede naam heeft in de journalistiek en stelt het op prijs dat andere media hun afkeuring hebben uitgesproken over de onjuiste berichtgeving van de nieuwsite.